Maar we willen graag de wedstrijd met een knal beginnen en op de juiste manier. Nogmaals jou, Kieren. Wij zijn het niet altijd eens geweest met elkaar en gelukkig maar. Maar we willen dit jou aanbieden. En ik zou zeggen, pak de erehaak, die is voor jou, ook al vind je het misschien niet leuk. Ondergaat maar gewoon, dit is voor jou. En gewoon doen. Oké, mannen, maak jullie klaar voor de wedstrijd. Ongeveer een aantal weken geleden had ik contact met je. Ik had gehoord via Peter Oma dat je toch wel ernstig ziek was. En toen dacht ik, een beetje voetbaltermen. En ik sta verbaasd hoe je ermee omgaat. Ik kan alleen maar zeggen, sterk het hele gezin. Ken ik ook, neem nog veel mooie momenten. Ondanks alles mee mag maken. Dankjewel Paul voor deze mooie woorden. Een paar jaar na speelden wij met FC Utrecht met tweede speel tegen Argon. En toen stond ik weer tegen Dennis. Nou, toen was wel even wat anders. Want toen kreeg ik ze onder oren. Ik kreeg trappen, ik kreeg schoppen. Dan liep hij weer met die varkenspootjes, liep hij weer weg. Toen zei die Granos, kom op, voetballen, niet huilen. En dan begon je tegen de scheidsrechter, begon hij te lachen. Hij kwam langs me, kneep me in mijn tepel. Ik dacht, Dennis, donderslaan nou een keer op, mafkees. Ik kom hier om te voetballen. Dennis, zo ken ik je op. Een winnaar, een vechter. Een gozer die voor niemand bang was. Gaf ellebogen, maakte niet uit wie er voor hem stond. En dat is Dennis. Een half jaar geleden kwam ik je vader tegen het stadion. En die zei van, joh, Raymond, het gaat niet goed met Dennis. Verleden week zijn we in het ziekenhuis gegaan en het ziet er niet goed uit. Toen dacht ik, ik mag het niet zeggen, maar ik dacht, Dennis, het zal toch niet. Hij zegt, dit komt wel goed. Net als eigenlijk wat jullie TD ook aangaf. Nou, de tijd verliep en ik hoorde steeds slechtere geluiden. En ik dacht van, joh, wat zal ik doen? Zal ik hem een appje sturen? Zal ik hem bellen? Maar dat is het lastige in zo'n situatie. Want wat ga ik tegen Dennis zeggen? Wat dat betreft hebben we hetzelfde karakter. We zijn nuchter, we praten graag met elkaar. We hebben elkaar verleden jaar nog gezien, hebben gelachen, over voetballen gepraat. Ja, wat ga ik dan zeggen? En dat was best wel lastig. Op dat moment... sorry. Ik vond het een hele moeilijke situatie van, joh, wat gaan we doen? Ik ben hem gaan bellen en die mafkees heb ik gevonden. En het goede woord natuurlijk van de mafkees, want het is natuurlijk fantastisch dat hij dat voor ons gedaan heeft. Tigo, ik weet niet of je nog bent, maar ik wil je daar echt hartstikke voor bedanken wat je gedaan hebt. Tigo die is lid van de sfeerclub, ik zal hem nog even vermelden. Verder heb ik nog één aandenken, Dennis, die is voor jou. Je mag hem aantrekken, je mag hem een mooi plekje in op je kamer geven. Of in ieder geval voor de familie geef een mooi plekje. En denk elke keer als je hem straks ziet van de topper van een vader weer. Ik hoor iedereen allemaal hoeren over winnaars en dat soort dingetjes, dat ik een winnaar ben, maar ik denk
denk als ik aan alle tweede kanten zou kijken als spelers, dat we allemaal winnaars hadden. En ik was niet de uitzondering op het tikje of dat soort dingetje. Ik heb mijn bijdrage al geleverd. En net zoals iedereen in het team. Dus ja, ik vind ons allemaal winnaars. En het, dat hebben we ook laten zien met resultaten. En bij deze, dat ik hier nu sta, wil ik iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Dat iedereen die is gekomen, ook alle supporters. En dat dit voor mij en mijn familie en mijn gezin een ja, mooie herinnering is. Dank je wel. Of ga je hier nog wat aan toevoegen? Heren, dames, we gaan het afronden. Geniet van het vuurwerk. Geniet van elkaar. Geniet van het leven. En nogmaals, ontzettend bedankt voor alles. Dankjewel. Julian, we gaan een biertje drinken. Ja. Ik zou ook met dit bier drinken.